Molen Zelderust en tuincentrum Omvlee zijn een begrip in Zuid-Bargen. De familie Omvlee is al meer dan 100 jaar verbonden aan de molen en de bedrijven die er omheen hebben gestaan. Maar omdat er geen opvolging is, hebben Sietse en Elsa besloten om ermee te stoppen. De bedoeling is dat de loodsen eraf gaan, dat het huis afgebroken wordt en dat er woningen worden gebouwd. En we zijn er al een poosje mee bezig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En sinds verleden week maandag hebben we allemaal groen licht van de gemeente, van alle instanties, dat alle procedures zijn doorlopen. En dat de kavelverkoop gestart kan worden. Rond de molen worden 5 kleine boerderijtjes neergezet. Maar dat heeft wel wat voeten in de aarde. Want de molen moet gewoon blijven draaien en dus mogen de woningen geen wind tegenhouden. Dat is opgelost door alle woningen met een nok in de richting van de molen te plaatsen. Dus dat je eigenlijk geen blokkade krijgt. Plus dat de woningen hebben een bepaalde maximumhoogte. Dus dat, ja, dat er geen belemmering voor de wind is. Daarnaast wordt de omgeving van de kavels aangepast met een nieuwe weg en brede berben met groenstroken, zodat de molen het middelpunt wordt en iedereen hem van een afstand kan zien. Toekomstige bewoners krijgen de molen in hun achtertuin er gratis bij. Ik denk dat het heel leuk is om een molen in je achtertuin te hebben. En schaduwen in je tuin, daar heb je niet veel last van. En het vele draaien, hij draait geregeld, maar dat zal een keer een paar uurtjes op een dag zijn en dan soms is het een keer 2 of 3 dagen per week. Dus je hebt er alleen maar plezier van. En het is niet zo, zoals met die hele grote windmolens, dat het een heel groot gevaar is. Dat je echt last van slagschaduwen hebt. Daar heb je hier geen last van. De eerste belangstellenden hebben zich al gemeld bij Omvlee. Hij verwacht dat binnen 2 tot 3 jaar de 5 kavels zijn verkocht. Zelf kan Omvlee dan niet meer van de molen genieten. Samen met zijn vrouw verhuist hij naar een kleinere woning.